Hallo, welkom bij deze video-instructie waarin ik u vertel hoe u mooie speakers notes kunt maken bij een PowerPoint-presentatie. Speakers notes zijn kleine kaartjes met tekst die u kunt raadplegen als u tijdens de presentatie de rode draad kwijtraakt. Ik klik bij het tabbladbestand Afdrukken, sectie Printer op Printereigenschappen. Ik klik bij tab Papier, Kwaliteit en kies Papierformaat 10x15. En klik op OK. Ik klik bij het tabblad Beeld, Modelweergave, Notitiemodel. Ik klik bij het tabblad Notitiemodel, Groep Pagina-instelling, Afdrukstand, van Notitiepagina, Liggend. Ik selecteer de dia en klik bij het tabblad Opmaak, Groep Schikken, Uitlijnen, Links uitlijnen. Ik verplaats de tijdelijke aanduiding van het tekstvak. Ik kan eventueel ook de teksten invoegen voor de koptekst. Ik klik bij het tabblad Notitiemodel op de knop Modelweergave sluiten. Ik controleer met de knop Volgende pagina of de kaartjes goed zijn ingedeeld en wijzig eventueel nog de tekst. Ik herhaal deze handeling voor elke dia. Ik kan nu de kaartjes afdrukken. Ik klik bij het tabblad Bestand, keuze Afdrukken, selectie Instellingen, op alle dia's afdrukken. Ik klik bij de keuzepijl bij dia's op notitiepagina's en dia's in frame. En aanpassen aan papierformaat. Ik kan nu nog een koptekst en een voettekst toevoegen door te klikken op koptekst en voettekst bewerken en plaats vinkjes bij datum en tijd en koptekst. En typ Managersdag. Ik plaats ook een vinkje bij paginanummer. Ik klik op de knop Overal toepassen. Met de knop Volgende pagina kan ik het resultaat bekijken. Dit was in een vogelvlucht hoe u goede speakersnoten kunt maken. In de volgende dia leest u de samenvatting.